In deze video gaan we het niet hebben over een typische crimineel die alleen maar een leven in de onderwereld heeft gekend. Of iemand die door armoede gedwongen werd tot criminaliteit. In deze video richten we ons op een persoon die in de schijnwerpers staat als een gevierd voetballer. Hij staat bekend om zijn acties op het veld voor clubs als Ajax en Sevilla FC. We gaan het hier echter niet over zijn voetbalcarrière hebben. Dit verhaal gaat over ernstige beschuldigingen, rechtszaken, drugsmokkel en extreem geweld. Dit is het verhaal van Quincy Promes. Overdag profvoetballer en 's nachts kooksmokkelaar. Quincy Anton Promes werd op 4 januari 1992 geboren in Amsterdam-West. Als jonge jongen speelde hij voor de jeugdopleiding van Ajax, totdat hij op 16-jarige leeftijd werd weggestuurd. In 2009 tekende hij bij de jeugdopleiding van FC Twente en slechts 3 jaar later, op 12 april 2012, maakte hij zijn debuut in de Eredivisie. Als spits of aanvallende middenvelder toonde hij zijn talent. Om meer ervaring op te doen werd Quincy uitgeleend aan Go Ahead Eagles, een club die een divisie lager speelde dan FC Twente. Het jaar liep geweldig en onder trainer Erik ten Hag had Quincy een succesvol seizoen. Hij werd teruggehaald voor nog een seizoen bij FC Twente en had opnieuw een ongelooflijk jaar. Dat jaar stond hij in de schijnwerpers en al snel kreeg hij een interessant aanbod om bij Spartak Moskou te komen spelen. In 2014 tekende hij een contract voor 4 jaar, terwijl hij ook werd opgeroepen bij het Nederlands elftal. Promes zijn jaren bij Spartak Moskou werden gekenmerkt door een reeks successen. In 2017 vierde hij zijn eerste grote triomf, toen Spartak het kampioenschap van de Russische Premier League won. Zijn individuele prestaties bleven ook niet onopgemerkt. Hij kreeg de titel van Voetballer van het Jaar in Rusland in 2017 en eindigde het seizoen 2017 tot 2018 als topscorer in de Russische competitie. Zijn carrière was echter niet alleen maar positief. In 2018 tekende Promes een contract voor maar liefst 20 miljoen euro bij de Spaanse club Sevilla FC. Helaas bleek hij bij deze club zijn vorm niet te kunnen vinden dat seizoen. Hij liet zich echter niet tegenhouden door deze tegenslag. In de zomer van 2019 keerde hij terug naar Nederland en tekende hij bij zijn jeugdclub Ajax. Hij hervond zijn vorm en werd opnieuw een belangrijke speler. Promes vertegenwoordigde Nederland vervolgens op het EK van 2020 en liet hier wederom zijn talent zien. Maar eind februari 2021 keerde hij plotseling terug naar Spartak Moskou. Waarom? Op 24 juli 2020 woonde Quincy in Abcoude een familiefeest bij. Quincy, die naast voetballer ook rapper is, gaf een optreden met een liveband. Na middernacht kreeg hij ruzie met een neef van hem. Quincy beweerde dat deze neef geld van zijn tante had gestolen. De gemoederen liepen hoog op. En plotseling kwam Quincy op zijn neef af met een mes. De neef probeerde weg te komen, liep achteruit, maar viel toen hij met zijn hiel een stoep raakte. Op het moment dat hij viel, stak Quincy hem met zijn mes. Ze werden uit elkaar gehaald en Quincy verliet in allerijl het feest. Voordat Quincy het wist, werden zijn telefoongesprekken afgeluisterd. Gesprekken van die nacht onthullen zeer interessante details. Op 25 juli, 2:01 s'nachts, belde Quincy zijn vader en was boos over het feit dat zijn vader tussen hem en zijn neef was ingesprongen. Quincy zei: "Nee, jij sprong voor hem." "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt," antwoordde zijn vader. "Anders zou je hem dodelijk hebben getroffen, dat begrijp je toch?" Kort daarna belde zijn moeder hem ook. "Iedereen is weg, hij gaat naar het AMC," vertelde ze hem. Het AMC is een ziekenhuis in Amsterdam. Quincy vroeg: "Waar heb ik hem geraakt?" Waarop zijn moeder antwoordde: "In zijn been." "Nou, dan heeft hij veel geluk gehad," antwoordde Quincy. Ongeveer 20 minuten later, om 1 uur 21, belde Quincy zijn moeder weer. Maar hij kreeg zijn broer aan de telefoon. "Dit was te licht," zei hij. Waarop zijn broer antwoordde: "Dit is ons recht, bro." "Nou, het had in zijn nek moeten zijn." "Ja, het is te licht. Volgende keer krijgt hij kogels," reageerde Quincy. In meerdere andere berichten en telefoongesprekken leek hij trots op zichzelf te zijn en volgens eigen zeggen was hij een soldaat en herstelde hij de familie-eer. Je denkt nu waarschijnlijk, maar waarom werd Quincy eigenlijk afgeluisterd? Nou, hier neemt het verhaal een grote wending. Quincy werd verdacht van andere misdaden voordat dit incident plaatsvond. Hij werd afgeluisterd door een speciale eenheid genaamd TCI, Team Criminele Inlichtingen. Een team van politieagenten dat zich richt op georganiseerde criminaliteit in Nederland. Nu hoor ik je denken: georganiseerde criminaliteit? Waar komt dat vandaan? Deze man is toch een voetballer? Nou,
Ik zal het allemaal uitleggen. Blijf bij me. Let wel, terwijl dit allemaal gebeurde, speelde Quincy nog steeds elk weekend een wedstrijd voor Ajax. Op de achtergrond probeerde hij echter de boel te redden. In oktober 2020 stuurde hij twee van zijn vrienden naar zijn neef met een aanbod van €20.000 in contant geld. Het enige wat de neef hoefde te doen was een verklaring ondertekenen waarin hij beloofde dat hij zijn proces verbaal zou intrekken. Gesprekopnames op Quincy's telefoon legden bloot dat ze het niet, laten we zeggen, netjes vroegen. Een cruciaal detail in deze, op dat moment had de neef nog niet eens aangifte gedaan. Pas 4 maanden na het incident, op 17 november, deed de neef aangifte van het incident. Alle nieuwszenders in het land deden er gretig verslag van, maar Quincy bleef een vrij man. Op 9 december speelde Quincy met Ajax een Champions League wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. Uit politierapporten blijkt dat de politie Quincy wilde arresteren voor wat er op het familiefeest plaatsvond, maar besloot dat niet te doen. 1 dag na de Champions League wedstrijd op 10 december maakte de politie een communicatieplan. Ze bedachten mogelijke vragen die de media zou gaan stellen en hadden hun antwoorden al klaar. Een van de mogelijke vragen waarop ze waren voorbereid was: hebben jullie rekening gehouden met de groepswedstrijden van de Champions League? Het vooraf geformuleerde antwoord luidde: ja, dat hebben we gedaan, maar we hebben ook rekening gehouden met de ernst van het incident en de tijd die tussen de gebeurtenis en het indienen van het politierapport zat. Dit is interessant om op te merken, want betekent dit dat omdat hij een voetballer is, de politie wachtte met zijn arrestatie? Nou, op 12 december speelde Quincy weer een wedstrijd. 1 dag later werd hij gearresteerd. Tijdens het verhoor gaf hij toe dat hij op het feest was en ruzie kreeg met iemand. Samen liepen ze naar buiten, waar hij van zijn neef werd weggehouden en stapte in zijn auto en vertrok. Pas later die avond hoorde hij dat er iemand was neergestoken. Op de 14e werd Quincy opnieuw ondervraagd en zei dat hij wist wie het gedaan had, maar niet wilde zeggen wie. Fascinerend is dat een zwager van Quincy op de 14e naar het politiebureau ging en tegen de politie zei dat hij degene was die het gedaan had. Bij verdere ondervraging verzocht de politie hem te vertrekken, omdat hij geen cruciale details over het incident wist en niet de verdachte kon zijn. Na slechts 2 nachten in de gevangenis werd Quincy vrijgelaten. Wat volgde was een lange stilte, tot eind februari 2021. Als totale verrassing maakte hij een transfer van Ajax terug naar Spartak Moskou, de club waar hij eerder in zijn carrière al voor speelde. Ajax kocht hem in eerste instantie voor €16 miljoen en verkocht hem nu voor €8,5 miljoen. Zeker geen goede deal en al helemaal niet als je de kleine lettertjes van het contract leest. Als Quincy vervolgd zou worden, zou Spartak geen verlies of schade lijden. In een interview zei hij dat alle onrust in Nederland ongetwijfeld invloed heeft gehad op zijn beslissing om daar niet te blijven. Had hij echter geanticipeerd op wat komen ging, wist hij meer dan wij op dat moment wisten? Nou, ondanks de onrust, de beschuldigingen en het feit dat er een compleet dossier over hem klaar lag om voor de rechter te worden gebracht, sloot Quincy zich aan bij het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap. Justitie hield het dossier meer dan een maand in de kast en leek zijn voetbalcarrière weer eens belangrijker te vinden dan een vervolging voor wat hem ten laste werd gelegd. Op 18 november 2021 werd hem poging tot doodslag ten laste gelegd, maar na het horen van de telefoongesprekken werd het een poging tot moord. Doorspoelend naar mei 2023, de openbare aanklager veroordeelde hem tot 1,5 jaar gevangenisstraf, omdat ze alleen konden bewijzen dat het een zware mishandeling was en niets meer dan dat. Quincy was niet in de rechtbank omdat hij in Moskou was gebleven. Ik heb beloofd uit te leggen waarom hij werd afgeluisterd door het team criminele inlichtingen, dat zich voornamelijk richt op georganiseerde misdaad. Quincy werd afgeluisterd omdat hij, naast het incident met zijn neef, ook verdacht werd van betrokkenheid bij de drugshandel en het deel uitmaken van een criminele organisatie. De politie in Amsterdam had Ajax en Quincy zelf al 2 keer gewaarschuwd dat hij omringd werd door het verkeerde soort mensen. Hij was gezien en ging om met beruchte criminelen in de Nederlandse onderwereld en dat raden ze ten strengste af. Nou, dat had niet echt effect. Je zou denken dat als je miljoenen hebt verdiend met het trappen tegen een bal, je niet per se betrokken hoeft te raken bij het smokkelen van coke, toch? Na jaren afgeluisterd te zijn, besloot het OM hem eindelijk te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij 2 transporten. Onderschepte PGP-berichten maakten duidelijk dat Quincy vrijuit sprak over zijn transporten en betrokken was bij 1 transport van 650 kilo en 1 van 712 kilo. De eerste lading, verstopt in zakken zout, was succesvol. De tweede lading was dat niet en werd gedeeltelijk in beslag genomen in België. Uit berichten blijkt dat Quincy vroeg wanneer zijn handlangers zijn buy-in fee van 75.000 wilden ontvangen.
Hij besprak ook waar de eerste container in januari 2020 zich bevond op de boot en in welk magazijn de container moest worden geleegd. Nog interessanter zijn de berichten die hij stuurde op 25 februari 2020. Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken. Eentje is gevallen, eentje is geklemd. En dus mijn hele winst was door de helft. In de in beslag genomen container hadden de blokken kook een afbeelding van een tijger als opdruk. In de PGP-berichten verwijzen ze naar de zwarte tijger, wat verder bewijs geeft in deze zaak. Deze zaak zou de codenaam Porto krijgen. Quincy was maximaal betrokken bij de coördinatie van de transporten. Andere berichten die naar verluid ook door Quincy zijn verstuurd luiden: mijn jongens zijn op weg naar Antwerpen. Aan de slag jongens, hou me op de hoogte. Er werden foto's naar hem gestuurd waarop de deur en de inhoud van de container zichtbaar waren. Hij was niet zomaar een omstander. Hij was de leider. Uit verder onderzoek blijkt dat de politie al in 2018 tips kreeg over Quincy, die zich volledig verdiepte in de kookhandel. Hij communiceerde met een PGP-telefoon en zou ooit 200.000 euro hebben geïnvesteerd in een transport van de bekende smokkelaar Piet Wortel. Door de hack van de PGP-databases over de hele wereld heeft het OM harde bewijzen gekregen in hun zaken tegen Quincy. Voorlopig is hij altijd vrij man in Rusland gebleven en heeft geen voet gezet in Europa, laat staan in Nederland. Hij weet dat hij in grote problemen zit en zal worden gearresteerd zodra hij Rusland zal verlaten. Hij wordt officieel vervolgd om een straf van 1,5 jaar uit te zitten voor wat hij zijn neef heeft aangedaan. Voor zijn vermeende leven als smokkelaar is de rechtszaak nog in volle gang. Het OM heeft 9 jaar geëist. We zullen moeten afwachten of de rechtbank dit ook zal oordelen. Voorlopig verblijft hij in Rusland en Dubai en richt hij zich op zijn voetbal- en rapcarrière. En dat allemaal terwijl hij een Russisch paspoort probeert te bemachtigen. Het is onduidelijk of hij erin zal krijgen of niet. Het zou van groot belang voor hem kunnen zijn. Zoals altijd wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet niet om je te abonneren en op de knop te klikken voor meldingen als we je meer intrigerende verhalen uit de misdaadwereld brengen. Tot de volgende video.